De obsessie van Johan Derksen met de columns van Angela de Jong begint echt absurde vormen aan te nemen. Hij haalde er gisteravond in Vandaag een site zelfs een aantal uit zijn binnenzak. Zijn missie? Bewijzen dat de AD-diva een hetze zou voeren tegen de door hem zo geliefde Johnny de Mol, het eindresultaat? Een gênante vertoning. Het is een van de stokpaardjes van Johan, de hetze die Angela zou voeren tegen zijn baas John de Mol en diens familie. Elke keer als er ook maar één kritische noot over hen gekraakt wordt door Angela, slaat Johan 's avonds weer op tilt in VI. De kijker is het wel gewend, die wuift het achterloos weg als talpa-propaganda, maar soms staat hij echt voor schut. Johan vindt nu bijvoorbeeld weer dat Angela haar excuses moet aanbieden aan Johnny, maar hij heeft de feiten helemaal niet op een rij. Angela heeft er namelijk nooit voor gepleit om hem van de buis te halen. Sterker nog, het zijn Johan en zijn collega René van der Gijp die Johnny, als een van de weinige BN'ers, voor de bus hebben gegooid. Vlak voordat Johan op het matje werd geroepen door de Talpa-top, was hij nog meedogenloos over Johnny en de mishandelingsaangifte die er tegen hem lag. Hij heeft natuurlijk een drank- en drugsprobleem gehad. Dan doe je dingen. Ja, daar kun je later heel veel spijt van hebben, maar het is wel makkelijk om te zeggen, dat is niet gebeurd. Tafelgast Angela de Jong reageert daar, in deze VI-aflevering van 7 april vorig jaar, als volgt op, dat geloof jij dus niet. Dat het niet gebeurd is? Johan, nou, als er een politierapport is met medische verklaringen en foto's van zo'n meisje, dan zullen ze het aan kunnen tonen. En collega René stellig, het is natuurlijk gebeurd. Dat leek Johan allemaal even vergeten toen hij Angela gisteravond om de oren dacht te slaan met haar columns. Oh, die heb ik wel in mijn binnenzak, want die heb ik even meegenomen. Ik heb 180 van die columns van je doorgelezen. Kijk, het is alweer heel lang geleden, maar ik dacht, ik ben toch niet helemaal gek. Ik heb ze eventjes opgezocht. Het argument waar Johan vervolgens meekomt is zo gênant dat het gewoon pijnlijk is. Hij wijst erop dat Angela meermaals heeft geschreven dat er aangifte van poging tot doodslag is gedaan tegen Johnny. Ehaha, dat is gewoon een nieuwsfeit. Dat is gelekt door de achterban van Kaas, weet je wel. Die wilde dat in de publiciteit hebben en jij hebt dat allemaal ingekopt. Angela kan bijna niet geloven wat Johan haar hier kwalijk neemt. Dat verzin ik toch niet? Dat is toch tegen hem gedaan, het is toch gewoon bevestigd dat er aangifte was gedaan van poging tot doodslag. Johan, ja, dat heeft die partij gewoon in de publiciteit gegooid en jij hebt dat overgenomen. Angela, maar dat mag niet? Ik verwijt hem hier toch niet dat hij schuldig is? Dan beschuldigt ze Johan terecht van hypocrisie door zijn uitspraken in bovengenoemde VI-aflevering van 7 april op te rakelen. Desondanks blijft Johan erop hameren dat Angela heeft opgeschreven dat er aangifte tegen Johnny is gedaan. Zelfs Wilfred Gené kan zijn oren niet geloven, nee, maar het feit is dat die aangifte er gewoon lag, Johan. Het maakt niet uit van welke bron het komt, maar het is een aangifte. Angela, het is gewoon een feit dat daarvan aangifte is gedaan. Dit is een feit. Johan, kijk, ik wist hoe het werkelijk zat. Angela, nou, in de aflevering van 7 april waarin jij compleet losgaat op Johnny niet. Ik zou nogmaals zeggen, kijk hem nog een keertje na. Johan, ik vind een poging tot doodslag een heel ernstige zaak en dat schrijf je niet zomaar op. Angela, kennelijk mag je dus over iemand die jou heel dierbaar is niet opschrijven. Johan, ja, daar komt het verhaal, dierbaar, weer. Wat nou dierbaar? Wat heb ik nou scheid aan de hele familie de Mol? Hoezo dierbaar? Maar als jij een hetze voert, mag ik daar toch wat van zeggen? Angela, ja, maar Johan, kom dan met feiten, kom dan met dingen die kloppen. Ik heb nergens en ik daag iedereen uit om het op te zoeken, na te kijken en alle fragmenten. Ik heb nooit gezegd, Johnny is schuldig, ja, jij wil heel graag je gelijk halen, maar dat heb je niet, sorry. Johan gaat echt volledig de mist in. Angela, je moet echt even iets beter zoeken, Johan. Dit vind ik echt zo goedkoop. Wilfred, jij blijft er nu ook een beetje in hangen, Johan. Misschien kun je het beter even laten zitten. We'll be right back.
We'll be right back.